Is dit, is dit nou bij uitstek een winnende world-press-foto? Nou, het is. Ja, deze foto. Er is, het is, om mee te beginnen, het is echt een huzarenstukje. Want er is iets unieks aan deze foto. Op, nou ja, meerdere dingen eigenlijk. Ik vind hem ongelooflijk luguber. Ja, maar punt één. Um, dat zou je denken, hè? Maar. Um, er heeft nog nooit in de geschiedenis van de hele World Press foto een foto gewonnen waar geen persoon op staat. Er is altijd een mens dominant aanwezig in een beeld. Dit is het enige. En ik, toen ging ik bij mezelf ook denken: van ja, hoe, 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 hoe heeft de jury eigenlijk tot die. hoe is hij tot die beslissing gekomen? En toen dacht ik: toen keek ik naar die foto. en toen dacht ik ineens: van... hé, hey, dit, is, dit is waanzinnig. Hier is op esthetisch gebied. is hier, is hier zo'n prestatie geleverd. En dat, dat deed me denken. Aan een, uh, uh, aan een experiment. wat ik een paar maanden geleden. zelf heb uitgevoerd. Uh, bij een webserie. die ik zelf heb gemaakt. De Fotoclub Des Vaderlands. En daar heb ik. ik dacht van dat is heel handig. Laat ik eens onderzoeken met een neurowetenschapper. of een soort stappenplan. eigenlijk een soort IKEA-schema kunnen ontwikkelen. Uh, om de allermooiste foto. ja, gewoon om een hele mooie foto te maken. Want en waar, waar moest die aan voldoen? Nou, we kwamen uit op een aantal verschillende ingrediënten. en. Tot mijn verbazing zaten al die ingrediënten in deze foto. Je hebt hier een prachtige gouden gloed. De... Het late licht? Ja, het gouden uurtje. Er zijn fotografen op deze wereld die fotograferen maar op twee, eh, twee uur per dag. Alleen maar als dat licht er is. Dat zit erin. Je hebt um, een prachtige kleur. Ja, uh, dat Complementaire kleurencontrasten met dat groen en dat, uh, dat donker roest-oranje. Roest dat, dat vult elkaar ook prachtig aan. Uh, er zit bijna een soort van gulden snede-achtige vlakverdeling in. Je hebt, eigenlijk moet je symmetrie hebben, maar hier hebben ze gekozen voor... Ja, de, hier is een heel mooi ritme van die kruisen aangehouden. En ja, dan komt nog het, ja, de toef op de taart en dat is de regenboog.